Good morning, vandag is dag nummer 6 en dis is hierdie Dee Niea Mensch. Ek word vandag ook gelyk in voets aan te vang, kapitel 1 vers 3 waar het te lees. Dit is dieselfde vers wat we gisteren hadden gelees. Ons Heer Jesus Christus sien God en voeder, zal door vir je lucht worden, dat hy ons aus hemelsberge al de jeslige zegenen je schanken heeft. Nu gisteren hadden we gered van het thema van de hemelsbelten. Dat is een wichtig thema te verstaan, want je kan allemaal waren op en het brief. Nu van deel waar we reden van het eerste ding wat Paulus zei dat, wat we hebben aan de hemelswelten. En dat is, jeslige zegenen. Paulus zegt hier zo, dat God heeft ons al de jeslige zegenen geschonken aan Christus. So wat zijn deze jeslige zegenen wat hij ons geeft heeft? Wel, ik geloof dat zijn de dingen wat worden opgenomen in de eerste 14 versen hier in Efeesa. Dingen zoals, wie zijn gewählt van God en heilig? Wie zijn ongenoemde kinder voor hem? Onze zinnen zijn vergift door Jezus zijn bloed. Hij heeft ons den zijn geheimnis openbaard. Wie zijn getekend van een heilig geest? En een van de schijnste dingen, wat we hebben als een geestelijke zegen, dat is, dat we hebben een eigen oorfgoed. Wat leren dat voor ons? Een schijnend ding waar we kunnen ons tevreden dan even afgaan. So dit zijn dingen wat worden alle opgenaamd hier in de eerste 14 versen en we worden ook dertig in de volgende middendeel ook van zo'n dingen ook reden. Opa, ik geloof hier zo als een wichtig ding te maken hier zo. Wat Paulus hier betoont dat is niet dat God ons fysische zegenen geven dat. Nu, dat is niet dat God niet kon, hij deed en dat is alle goed. Maar wat hij hier zo betoond heeft, zijn niet de fysische zegenen. En Paulus zien het u, dat grootste en dat wichtigste ding, wat God kon ons als mensen geven, dat zijn de geestelijke zegenen. En ik geloof dit is goed dat we door aan denken doen, dat we dat klaar hebben en dat we in onze uren zo te zijn, dat ook dat wichtigste is. Wegen fysische zegenen. Die zijn goud en alles, maar die kan waargenomen worden en die worden voor hem waargenomen. Die verschwingen en die doen ook voor hem. Maar de geestelijke zegenen, wat God ons geven deed, die dingen kan niemals waargenomen worden, die worden niemals verschwingen en die blijven eeuwig. Doorwegen houden we aan die vast, wegen die blijven voor hem. En waar we dan ook aan een ding denken, dat is een wichtig punt aan dit alles, we hebben het bloos aan Christus. Wanneer een niet aan Christus is, dan heeft hij geen van dit. Wie immer du bent is, hij heeft dat. En dit brengt me bij mijn heimarbeid, de opgave voor jullie en voor van deel. Lees maar de eerste 14 versen aan Efeesa. En maak dat maar, wofür en Paulus reden dat, dat we hebben irgendwo entweder aan Christus oder der Christus. Paulus deed het allemaal ware betonen in deze eerste 14 versen. Ook daar staat brief, maar ook besonders in deze versen. En dat is wichtig, dat we deze dingen klaar hebben en onze gedanken, während we daar staat brief gaan doen. En besonders ook voor dat, wat we morgen worden, over reden. Maar ik hoop dat du, wie allemaal toehaken is, ik hoop dat du bist in Christus, zodat du ook een poort hast om deze jeslige zegenen, wat God geeft heeft. So wie sein als Mars.